Moet je echt op gaan staan? Is het echt... Ja, moet hij... Hij wordt groen, let op. Huh? Nee! Nee! Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. We hebben natuurlijk allemaal kunnen zien hoe ik naar beneden ben geflikkerd gisteren. En inmiddels zit ik hier in deze cel. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog aan. En ben je nieuw? Abonneer, welkom. Oh, kijk aan. Zo meneer... Hoi. ik word blijkbaar nu vrij gelaten. Beetje genezen? Ja, helemaal weer de oude. Mag ik nu ook vrij? In de zin van, ik wil gewoon letterlijk de gevangenis verlaten. Dan mag je meelopen. Oh. Oké, dankjewel, Warden. Het is gewoon de prison Warden, mensen, hè? Wacht, dit is nu wel het moment natuurlijk om eventjes overal te kunnen kijken nog. Wat hebben we hier bijvoorbeeld? Wat zit hier? Ik heb geen idee. Oh, ja, nee. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Dit zijn dus alle verpleegcellen hier. Ja, voor de mensen, ik kom hier ook natuurlijk nooit. Wat dat betreft, ik ben ook voor de eerste keer. Vita Bar. Ik kom eraan. Ik weet mijn god niet waar ik ben, welke kant ik dus ook op moet. En hoe ver ik eigenlijk van het hele cellencomplex af ben. Moet je echt op gaan staan? Hij wordt groen, let op. Huh? Nee! Nee! Ik heb... Oh. Hij vindt echt rood. Deze denk ik. Oh. Dan wil ik waarschijnlijk die coin nu even hebben. En dan moet ik waarschijnlijk op gaan staan, I guess. Zie je, nu is die groen. Oh, ik dacht echt dat die... Mensen, ik was net wel heel eventjes in paniek. Nou, vooruit. Dit is... Oh, nee. Ik was heel even in paniek wel. Ik kom eraan. Ik wil gewoon even alles bekijken, oké? Okay? Let me check. Ja, ik kom eraan. Oh, dat die gewoon rood werd. What the freaking hell. Wat hebben we hier? Dit is een... Prison Patrol. Oh, nice. Moeten we... We lopen even... lopen even door. Ja, ja. Maar weet je wat het is? Kijk, voor hem, hij ziet dit elke dag, weet je wel. Ik zie dit nooit. Dus als ik hier dan nu ben, dan wil ik ook... Dit allemaal... Hier ben ik echt nog nooit geweest. What the hell? Volgens mij toch, of ben ik hier... Nee, ik ben hier nog nooit geweest. Dit ziet er wel allemaal heel gelijk uit. Ah, oh, hier heb je de prison alweer. Ah. Oh. Kijk, één ding is dus wel... Je moet best wel een stukje lopen... Van dus de ziekenboeg om helemaal hier uiteindelijk dus te komen. Dus in die zin... hij is rood. Ben ik er nu echt al bijna weer? Ah. Oh. Ah. Oh. Nee. Ah, nee. Je krijgt... Ja. Direct een mooi nieuw setje. Oeh. Oeh. Ik bedenk dat ik met hem mee moet lopen. Denk ik tenminste. Ik krijg een nieuw setje. Maar ik vind oranje vind ik mooier. Ik vind toch het oranje setje mooi. Mag ik hier doorheen? Ah, jammer. Ik hoop gewoon elke keer dat natuurlijk weer een nieuwe deur open gaat. Mensen waar we doorheen kunnen. Mag ik hier naar binnen toe? Nice! Altijd leuk als je bepaalde ruimtes in mag. La 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 la. Oké, wacht. Wacht. Ik moet het aanhouden. Of aantrekken, denk ik. Ik vind het toch minder mooi, dit. Waarom een nieuwe kleur? De oude is mooier. Dit is echt niet mooi. Dit is echt niet mooi. Zo lijkt je net een vuilniszak. Leuk toch? Nee, dat is alles behalve leuk. Oké, okay? Dat is alles behalve leuk. Maar goed, dankjewel in ieder geval. Job, dankjewel. Ik ben weer terug in de gevangenis. Wacht, dit is wel celblok B allemaal. Wacht, ik had cel 25 voor hem. Heb ik dan nu eindelijk ook muntjes gekregen? I mean, kom op. Ja. Oh, hier heb ik ook mijn eten. Nice, kijk aan. Oké, okay. Ik heb inmiddels dus 3 zilveren prison coins. Maar wat kan ik ermee kopen? Ik denk nog helemaal niks. Ik denk oprecht helemaal niks, maar so freaking be it. In ieder geval mensen, ik ben weer terug in dus nu de gevangenis. En dat betekent, ik heb hier weer helemaal niks. En Ellie is hier, maar ik heb gezegd, ik ga Ellie van nu alleen maar Ellie noemen. Want iedereen noemt haar Ellie. We zijn er dus nu hier. Ik weet dus ook niet waarom we een nieuwe prison outfit hebben, maar...
Ja. Ik bedoel, kijk hoe dat eruit ziet, mensen. En kijk hoe het setje ernaast eruit ziet. Ik bedoel, the difference. De Teletubers, ik hoop dat je je setje gewoon houdt. Ik vind, ja, nee, ja. Mensen, wat wij gaan doen, wij gaan vandaag ook nog eens even door dit parcours heen. Want blijkbaar kan je via deze weg helemaal de top opkomen. Alleen wat ik wel heb gehoord is dat dit super lastig is met een bepaald parcours. Wat gebeurt er hier op gestaan? Oh, daar mag je niet op, oké. Okay. Behaal je de top, dan krijg je een beloning. Nou, kom op dan met die beloning. Kom dan. Kom op dan. Het is wel pittig donker dit. Is het zo easy dat je gewoon naar boven komt? Wauw. Ik heb het idee dat ik nu al gewoon hoger ben dan met al die fucking... Nevermind, jumps. Oh, wacht eventjes. Gaan we de hele tijd op en neer bij dit soort dingen? Nee, toch? We gaan niet de hele tijd op, neer. Kom op. Oh, ik kan ook niet meer terug hier. Oh, kom op, hoor. Kom op. Serieus? Werden mensen, als ik zo naar boven ben, ik moet weer helemaal naar beneden toe. Let op. Die vinden ze leuk, hoor. Hey. Och, god, wat kinderachtig. Jongens, wat kinderachtig. En voor de mensen, er is dus ook geen weg terug, want je kan hier dus niet omhoog. Kortom, je moet het ook afmaken nu. Ik heb geen idee hoe lang dit nog gaat duren. Oh mensen, ik zie eindelijk licht aan het einde van de tunnel, om zo maar te zeggen. Ik zie dat hier eindelijk eens een keer wat lichter er vandaan komt, dus we kunnen... Oh, fuck, hopelijk nu... Wait, what the fuck? Oh, dit zijn invisible blocks. Lol. Oh, god. Wait, kan ik hier niet langs? Oh shit, oké. Okay. Ik haat dit. Voor de mensen, ik heb dus al die ladders gedaan. Ik denk, weet je, ik knip het maar voor jullie, want dit is zo niet leuk gewoon. En nu zijn we hier. Ik loop met shift voor de mensen die zich afvragen, want ik zie daar wel weer gebeuren dat ik natuurlijk weer naar beneden flikker. Hallo? Wacht even, als Teletubbies hier loopt, wait. Huh? Als Teletubbies daar nu loopt, maar ik loop deze kant op, hoe... Oh, wacht, je moet verdiepingen naar beneden toe. Oh. Aha, dankjewel Teletubby. Dankjewel. We got this. Ik moet zeggen, ik vind dit leuk. Ik vind dit leuker dan dat ik had gedacht. Alleen ik vond natuurlijk de ladders beklimmen voor geen fuck aan. Maar dit daarentegen vind ik dan wel weer leuk. Wat is dit nou weer? Oh, nee. Oké, nee. Ik dacht even, we gaan weer alle ladders klimmen. Wacht op mij. Hey. Niet zo snel. Oh, fuck. Oh, shit. Wacht op mij. Oké, dit is gewoon letterlijk ladders klimmen dus zo te zien. Oké. En dan gaan we hier weer naar boven toe. Ja, oké. En dan gaan we nu hier naar boven toe. Ja. En dan gaan we hier nu weer naar boven toe. Oké. Waar is hij nou? Overigens voor de mensen die zo zeggen van Duffy, waarom zie jij het zelf zo slecht misschien? Ik heb mijn gordijnen allemaal openstaan. Dus mijn scherm zeg maar wordt... Ik kan zeg maar mijn scherm bijna gewoon zien wat er achter mij buiten gebeurt, zeg maar. Dus dat is pretty fucked up. Maar daarom dus. Invisible... Nee. Nee, toch? Oh, nee. Oh, ik... Oh, dit... Als iets is wat ik haat, mensen, dan is dit het wel. En nu zonder buttons. Wat? Ja! Hallo. Oké, ik doe gewoon... Telen na. Taylor is de man die alles kan. Oké, hij sprong hier naartoe. Hoppatee. En daarna sprong hij hier naartoe. Daar? Oké. Ah! Oké, never mind. Wacht hier. En hij sprong hier naartoe. Ah, for fuck's sake. Oh, nee. Oké, mensen. Ik heb de jump gemaakt. Je moet er inderdaad dus gewoon echt omheen. Ik moet nu hier naartoe. En dan moet ik nu hier naartoe. Oké. Oh. En dan zegt hij, dit is de trap. Oké, goed. We moeten hier naar boven toe, I guess. En dan? Nou kunnen we... Shift. Oké, hij zegt shift. Oké, I got this. Anders val je. Oké. Ja, dankjewel voor de tip. Oké, there we go. En... Oh, we finally did it. Je hebt het gehaald. Maak een F5... Of, maak met F5 en laat deze aan een guard. Ik denk dat je bedoelt, maak een screenshot met F5 en dan zo van, yo, ik ben er en dan krijg je waarschijnlijk een reward van de warden. Ga ik zeker doen, mensen, want yo, dit is natuurlijk wel gewoon iets wat ik heb behaald. Dus ik wil er zeker een reward voor. Maar we hebben het gehaald en ik kan je één ding melden, mensen. Het is makkelijk, maar tegelijkertijd kut. Voor nu, mensen, allemaal enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het ook allemaal dat duimpje omhoog en klikken. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.